Naast mij staat Ellemiek. Ellemiek is net zoals ik een enorme health lover, zo noem ik mezelf. Jij waarschijnlijk ook. Misschien ben je nog wel iets erger dan ik, want jij kan ook nog eens heerlijk koken. Ja, nou ik doe mijn best. Ja, je broer is kok, ja. Je man is kok. Klopt, ja, mijn vader, mijn opa. Je vader ook, ja. Dat wist ik niet. Nou ja, dat kan niet anders, want jij hebt ook al een heerlijk kookboek geschreven. Ellemieke's familie kookboek. Ik haal er ook lekkere receptjes uit voor mijn dochter. En nu komt de tweede. Ja. Maar dat gaat alleen maar over shakejes, smoothies, juices. Ja. En superfoods. En superfoods. Ja, daar word je gewoon helemaal happy van. De titel zegt natuurlijk al Happy Shake. Ja, het is echt een boekje voor iedereen, zowel voor beginnelingen als gevorderden. Ja. Ik wilde echt iets maken dat er voor iedereen dus echt een shake bestaat die je lekker vindt. Ja. We gaan één shake hieruit maken vandaag. Ja. Ik maak eigenlijk een beetje een combi voor vandaag. Dat is zowel de Healthy Glow als de Red Beauty. Want wat stop je er allemaal in? Nou, we gaan beginnen. Ik ben sowieso van het seizoen. Hè. Kijk altijd wat er in het seizoen, wat de groenteboeren of wat de markt zeg maar aanbiedt. En dat is nu weer natuurlijk de boerenkool. Ja. En de boerenkool is echt, nou ja, de betere groente bestaat eigenlijk niet. Er zit zoveel in qua vitamine. Daarnaast gaan we met rode biet werken. Ja. Rode biet is natuurlijk heel lekker en super gezond. Dat zuivert je bloed en dat geeft voor de weerstand. Want vooral nu met de herfst en winter in aantocht vind ik dat je een shake moet maken die goed bij je past. Ja. Waar je dus niet, dat je dus geen griep gaat krijgen. We gaan met gember werken, wortels en venkel. En we doen er een beetje een zoetje in met een appeltje en een besje. Oké. En jij gebruikt dus een juicer en een blender. Ja, ik ga nu de combinatie maken, omdat ik hou heel erg van een dunne shake. Ja. Jij bent van de dikke smoothies. Ik hou van de dikke smoothies, dus ik wil een beetje de combinatie maken van hey, wat jij lekker vindt en wat ik lekker vind. Ja. Dus we gaan de harde groenten gaan we juicen. Ja. En de zachte dingen die gaan we blenden en dan mixen we het bij elkaar. Wat leuk is, heel veel mensen kennen alleen maar de rode biet, maar er bestaat ook een gele biet. Oké. En daar zitten ook heel veel goede stoffen in en vitamine, dus ik ga die ook combineren. Smaakt die dan net zo? Hij is zoeter. Zoeter? Ja, hij is zoeter. Dus de combinatie van twee is echt super lekker. Ik denk dat jij toch die rode biet moet doen, want dan kan ik alvast beginnen met juicen. Ja. Heb je weer mooi voor elkaar. Godsamme. Geef je jouw kinderen nou elke ochtend een smoothie of een juice? Nee, alleen in het weekend doe ik het eigenlijk. Woensdagmiddag, dan maken we vaak samen of op zaterdag zo, zondag. Ja. En het weekend drinken we altijd een sapje met z'n allen. En het leukste vinden ze natuurlijk dat ze het mogen snijden en erin mogen gooien. En welke is dan hun favoriet? Het staat ook in het boekje, dat heet het Groene Monster. Oh ja? Ja. Als ik echt zin heb in gewoon alleen maar de sap, dan pak ik de juicer. En wil ik echt een beetje een stevige smoothie, dan pak ik de blender. Ja. Ja. Maar de combinatie vind ik wel heel fijn, als je tijd hebt om die combinatie te pakken. Omdat je hebt dan geen amandelmelk of water of kokoswater. Precies. Dat soort dingen nodig. Ja. Ik zeg ook altijd, doe alle harde dingen in de juicer en alle zachte dingen in de blender. Ja. Want als je zachte dingen hierin gaat doen, komt er heel weinig sap uit. En de fout die veel mensen maken, een banaan of een avocado in een juicer. Dat kan niet. Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Weet je wat belangrijk is? Je begint altijd met de hardste dingen onderin. Ja. Die mesjes zitten hier, dus we beginnen met een beetje ijsblokjes. Want dat is ook heel fijn van deze machine. Hij crusht het ijs ook heel fijn. Dit is een fijne blender, want je kan er ijs in crushen. Je kan er je groenten mee snijden. Ja, soepgroenten kun je er ook in maken. Maar ik maak er zelfs ook echt soep mee. Ja, dat is ook ideaal. Ja. Of ijs. Want vaak zeggen mensen, het is wel echt een dure aanschaf, hè? Klopt. Maar het is hem wel echt waard, want je kan er alles mee doen. Ja, ik vind het ook een investering inderdaad. Je denkt wel, oké, maar deze is voor een lifetime en die andere koop je voor een paar honderd euro. En dan moet je over een paar jaar weer een nieuwe. Precies. Dus uiteindelijk is het allebei even duur. Ja. Handje ijsblokje. Ja. Een goede flinke hand boerenkool natuurlijk. Oh, ik vind het zo lekker. Ja, heerlijk. Zo. En dan doen we een beetje besjes. Dus jouw keuze of kokosvet of avocado. Wat wil je? Nou, dan doe maar avocado. Nou, dat had ik nou niet aan gedacht, niet? Ja, want er moet ook een beetje vet bij, hè? Want daardoor vertraagt de opname van suiker. Dus dan precies. En daarom heb je minder last. Of kokosvet of inderdaad avocado. Precies. Een paar blaadjes munt. Ik hou heel erg van de smaak van munt. Ja, ik ook. En het is ook super gezond. En je zal net een beetje dat frisse terugproeven straks in die shake. Dus daar kan wel een beetje bij. En dan doen we een beetje vlierbessensap. Oh, dat ruikt het lekker allemaal. Hè? Dat is weer dat zoetje ook. En super gezond. Heel klein beetje kaneel. De heerlijke sap. Die jij zo goed hebt gesneden, Fiek. Kun je zien, hè? Kijk eens. Kijk eens hoe mooi. Woehoe. Kijk, en omdat hij hem ook zo snel mixt, hè, met, op hoge toeren, daar blijven ook de vitamines veel beter door bewaard. Natuurlijk altijd even proeven of je hem lekker vindt, want anders moet je er nog wat bij gooien.
Ik kan ermee door. Ja. En dan is het altijd leuk om het een beetje af te werken met... Kijk, dit is zo lekker. Dit zijn eetbare viooltjes. Oh, wat leuk. En doen we een beetje gepofte quinoa. Want ik weet dat je ook een quinoa-fan bent. Ja, I love it. En crispy maca. Oké, dus ook nog eens goed voor de libido. Precies, voor het libido. En onze hormoontjes. Kijk, hoe schattig. Het ziet er enig uit, Annemiek. Leuk, hè? Echt heel leuk. Nou, cheers, hè? Santé. Hè? Dat de winter maar mag komen. Oh, heerlijk. Heerlijk.